En ik zat achter in die bak van die auto. Ik denk, mij krijgen ze niet gratis. Ik heb mijn pistool genomen. Ik heb hem doorgeladen. Dat er een patroon in de loop ligt. Veiligheid eraf. Op mijn knie gelegd. Ik denk, als er nou zo'n vreemde kop boven de klep uitkomt, dan is hij de eerste. Deze tweedejaars VMBO-leerlingen luisteren aandachtig naar het verhaal van chirurg Rob Leemans. Hij diende in landen als Afghanistan en Irak. Aan de hand van een film laten veteranen de leerlingen zien dat het er daar heftig aan toe gaat. Nou, het is denk ik goed om mensen te laten realiseren, vooral kinderen te laten realiseren van, ja, wat zijn de impacts van de oorlog? Wat doen we elkaar aan enzovoorts? En daar is natuurlijk een heel mooi medium voor. En dat je kunt zeggen van, je laat wat gruwelijkheden zien. Ja, je kunt ook uit een boekje halen of iets van die naart. Ik denk dat het goed is om foto's te zien, om toch wat beelden te zien. Want dat werkt toch meer tot de verbeelding en daar een goed verhaal bij vertellen. En dingen ook uitleggen. Ik vond het wel heftig wat er allemaal mee is gemaakt. Ja, wat vind je er heftig aan? Nou, ja, dat sommige benen er gewoon helemaal af liggen. En. Wist je dat van tevoren dat het eigenlijk zo erg aan toe ging? Of had je eigenlijk geen idee ervan? Nou, ik wist wel ongeveer wat er zou gebeuren of wat ik te zien kreeg. Maar ja, alsnog is het wel heftig. Het is best emotioneel en zo. Ik had net ook wel een beetje tranen en zo toen hij dat vertelde over dat kindje die moet sterven en zo. Ja, dat je al dat bloed zag wat er allemaal gebeurt en zo, ja. Ik vind het niet echt leuk om te zien eigenlijk, maar ja. Ik schrok er wel van vooral als je bloed zag en hoe de mensen daarmee omgaan. Ja, ik weet niet. Ik weet niet wat ik er echt moet op reageren, maar ik vond het wel erg. Oud-chirurg Leemans probeert met zijn verhaal en film de leerlingen wakker te schudden. Ook nu is er nog oorlog. En oorlog begint eigenlijk bij jezelf. Dat begint met die kinderen. Dat begint met ruzie met je vrienden op school enzovoort. Dat je daar een beetje over nadenkt. En dat je op een gegeven moment realiseert van dat het oorlog en vechten en ruzie heel dicht bij elkaar ligt allemaal. Eerder wist ik nooit dat echt zo gebeurde. Ik wist wel dat er oorlogen waren en zo. Maar niet dat het echt zo erg was. Zoals op die foto's van net.